Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb mijn joggingpakje aan. Hij zit super lekker. Ik heb een ochtend gehad van hel. Van hel. Oké, laat ik het even moet ik het één uitleggen. Vanochtend moest ik Liam wakker maken. Toen werd hij heel apathisch wakker, heel erg in de war. En toen meet ik koorts, zat hij op 38,7. Zetpil gegeven. Toen heb ik toch maar de huisarts gebeld. Ondertussen, voordat ik naar de huisarts ging, ben ik even gauw Jordi naar school geweest te brengen. Gauw even boodschapjes gehaald. En toen ben ik thuisgekomen. En toen kon ik alweer naar de huisarts. En de huisarts die zag dat er inderdaad één rood oor was. Nou is het zo dat Liam eigenlijk al eventjes aan het klooien is met koorts en dat soort dingen. En hij wil niet meer eten. En het is niet erg als hij niet eet, maar hij is gewoon mager aan het worden. Hij is gewoon echt fel overbeen momenteel. En dat is gewoon niet de bedoeling. Sowieso heeft hij maandag ook een onderzoek van een logopediste van Kentalis op zijn schooltje. Ja, er speelt gewoon heel veel omheen. Dus ze zei ook van, ze zegt, ik vind het eigenlijk wel nodig dat je die kuur krijgt. Dus we hebben kuur nummer 4 in de pocket. Yay! Ben ik er heel blij mee? Nee. Ik wil eigenlijk ook gewoon mijn kinderen het allemaal laten uitzieken. Maar dat is in dit geval gewoon niet te doen. Ze zijn zoveel ziek, et cetera. En ze keek ook naar zijn geschiedenis. En toen zei ze ook al van, hij heeft vaker oorontstekingen gehad. Dus... ja, het is niet zo dat het raar is dat hij nou een kuur zou krijgen. Want we weten ook dat het binnen een uur en 24 uur erger kan worden. En als hij al zo is zoals je hem beschrijft en zoals hij doet, is het niet gek dat we nu een kuur voorschrijven. Dus dat. Dus we hebben kuur nummer 4 in de pocket. Ja. Ja, het is nu... 10 over 11. Ik ga dadelijk heel eventjes de kindjes een broodje geven of iets. En dan kijken we uit Schipstrand. Om 2 uur moeten we Jordi weer op gaan halen. En dan zijn we, als het goed is, voorlopig gewoon thuis. Hebben we weekend. Hoeven we niks. Liam ligt daar te slapen. Die moet ik zo wel wakker gaan maken. Want we moeten daar Jordi op gaan halen. Sam moet ik ook zo wakker gaan maken. Hij slaapt al sinds 11:15. Manneke is ook gewoon echt niet lekker. Ja. Ik hoop dat hij antibiotica wat doet. Ja. Inmiddels zijn we alweer even verder. En hebben we Jordi opgehaald en Niels is thuisgekomen. En ik heb eten gemaakt. Wat heb ik gemaakt? We eten tortilla chippies. Met taco zooi die ik heb gemaakt. Kaasje, sausje. En komkommer en tomaatjes. En Sam zit zonder beugel. Ja, en Sam zit zonder beugel. Lekker smullen. Bij hem is volgens mij de antibiotica ook aan het werken, want hij eet weer. Alleen Piet heeft lang geoefend om op het dak te komen. En Jordi krijgt ook maar rijst. Dan eet Jordi gewoon dicht. Een hele goede middag. Wij liggen op de bank. Nee. Sam en Liam slapen. Ja, Niels heeft maar uit laten slapen. Lief van Niels. En wat hebben we gedaan? Niet veel. Nee, dat. Het is zaterdag. Ook wij mogen een keer niks doen, toch? We zijn een keer... nou ja, ik heb nog steeds hoofdpijn en dat soort dingen. Maar we mogen ook wel een keer niks doen, toch Niels? Mm-hmm. Dus dat. We doen het gewoon vandaag rustig aan. Jordi zit hier voor me. En we blijven nog even op de bank liggen. Dit is Jordi en die zit aan mijn tenen en hij knijpt in mijn tenen. Vindt hij leuk. Je kan ervan genieten, aan je tenen zitten. Meneer met de tenen vet is. En hij heeft niet zakjes, kan ik je melden. Ik heb eten gemaakt, we eten kapsalon. En straks zijn Jordi en ik gevallen. Jordi heeft nu ook een wondje op zijn hoofd. Hij zat in de buggy en op de een of andere manier is hij gekanteld en ben ik ook gevallen. Hoe het precies is gebeurd, dat weet ik ook niet. Maar ja, hij heeft nou een wondje op zijn hoofd. Goed schoongemaakt en alles, dus we gaan het zien. En ik heb mijn vingers, maar ja, op zich, dat is nog wel te doen. Maar hij heeft het hier echt, ja, nou. We gaan eten. Jordi heeft er verder vrij weinig last van. Ik zal het even snel laten zien. Kijk, daar heeft hij wondjes. Dus ja, het toch. Maar ja, we gaan eten. We hebben de kindjes even gedoucht. En ik kreeg laatst van mijn vriendin de vraag. Nou hebben ze alle drie antibiotica. In ieder geval, hè. Jordi heeft een onderhoudskuur. Eventjes zorgen dat ik voor jullie kan filmen. Nou heeft Jordi natuurlijk een onderhoudskuur en Sam en Liam hebben hun eigen shitzooi. Nou, hè? Ik ga jullie laten zien hoe wij dat doen. Je maakt sowieso de flessen zoals ze het willen. In dit geval, onze kinderen houden niet van hele warme flessen, want dan laten ze hem staan. Jordi, Liam en Sam niet. Dus die maak je gewoon even zoals je het gewend bent. Dan hebben we hier voor Sam, hier staat S 4 ml, Sam krijgt 4 milliliter en Liam krijgt 5 milliliter. Altijd goed schudden. Zo, dat is 4. Dan hebben we ook nog voor Liam. Die krijgt 5. Zo. Hoppakee. Nou, de flessen voor de kinderen, of in ieder geval voor Liam en Sam, zijn klaar. Met hun antibiotica ligt hier klaar. En dan voor Liam. Liam heeft zijn antibiotica in pilvorm, omdat de vloeibare vorm dus niet te krijgen is. Dus wat we doen is, we pakken zo'n dingetje, doen wat water erop, zorg dat je het puntje dicht houdt. Hoeft niet veel water te zijn, gewoon zoiets. Je plant dat erop, je draait hem om, je zorgt dat die lucht dicht is en je ziet hem ook al smelten, hoor. Zet je vinger erop, je houdt hem goed vast en je zorgt eigenlijk dat die vacuüm is. Je schudt een keer en dan hoor je dat het pilletje nog niet is gesmolten. Nu is hij wel gesmolten. Ja, nu is hij wel gesmolten. Pak je de fles. Hoppakee. Hier zit nog nou een beetje in. Doe je een beetje water pakken. Doe je nog even een beetje schudden. Je doet dat er ook in en het is eruit. Fles erop. Dop erop. Het zit in de fles. Hij drinkt deze altijd op. Zo maken we nu voor Jordi zijn onderhoudskuur. Ik ga even de flessen naar boven brengen, zodat ze hun flessen kunnen drinken. En dan gaan ze lekker slapen. Een hele goede morgen. Wij zijn met de Pambix-bende in bed. Het is zondagochtend en we hebben heel veel pret. Ja, pak je boem achter mijn rug uit dan. Ja, goed zo. Jordi ligt daar ook. Jee. We zijn met z'n allen in bed. Gezellig. Dus ja. Even lekker rustig wakker worden. Ah. En Liam? Ja. Ja, dat is gezellig, hè? En hier zit Sammy. De kinderen zijn beneden. Ik ben boven bezig. Ik heb alle bedden afgehaald. En ik ben even op de kamers bezig. Ik heb bij Liam heel zijn kamer opgeruimd. En ik heb de toetoetauto's vervangen. Door de houten trein, etc. Dus kan hij daar weer mee spelen. Heeft hij weer iets anders. Ik ben nu bezig op Jordi's kamer. Het is hier één grote puinbende. Tadaa! Dus daar ga ik nu even mee aan de slag. En dan ga ik ontbijt maken op mij en Niels' kamer aan de slag. Dan kan ik overal stofzuigen en dweilen. En dan is het weer klaar. Dus de douche had ik al afgedaan. Dus die hoef ik nou niet te doen. Dus vandaar. En misschien als ik tussendoor nog iets tegenkom voor Liam. Dat ik denk van, kan hij mee spelen? Kan dat mooi naar zijn kamer toe. Maar nu ga ik eerst het bed van Jordi opmaken. Zodat dat klaar is. En dan, ja, podcastje op. En verder. Ik heb net even ons bed opgemaakt. En Sam zijn bed opgemaakt. En Jordi's kamer heb ik al zover klaar. Moet de stofzuiger geduwd worden. Oh, ik zal even het licht uitzetten. Hop. En dan moet ik onze kamer nog even afstoffen, opruimen, etc. Nog wat was opvouwen. En dan is die ook klaar. Kunnen we boven stofzuigen en dweilen. Ik ga nu even ontbijt maken. En dan met de kindjes lekker ontbijten. En met Niels natuurlijk ook. En dan ga ik even boven verder. En zorgen dat voordat Sam naar bed toe gaat, het klaar is. Gisteren had ik cake gemaakt. Tada! Citroen met appel en kaneel. En nou gaan we lekker eten, want ik heb ook het ontbijtje klaar. Ik zal het even laten zien. Lekker ontbijtje. Deze had ik gisteren gemaakt. En we gaan lekker ontbijten, slash lunchen. Ik denk eerder brunchachtig iets, maar we gaan lekker eten. Ik heb de boel gestofzuigd en gedweld. Ik moet nog alles even goed zetten. Dus ik ben boven klaar. Jee. Even. Ik heb echt alles. Het is nou aan het drogen daar. Ik heb echt alles gedaan. Dus boven is het weer netjes. Deze gaat nog naar beneden, naar buiten. Hier speelt Sam zo nu en dan nog mee. Dus ik heb hem nu boven staan. Binnenkort gaat hij nog naar beneden. Hier hetzelfde verhaal. En dit is dan Jordi's plekje. En Jordi is in bed. En nu ligt Sam op bed. En ga ik naar beneden. Ik heb deze kast heel eventjes leeggeruimd en opgeruimd. Het is nou een georganiseerde zooi. Nu ben ik eten aan het koken. We eten aardappelschijfjes uit de airfryer. Erwtjes en hamburgertjes. En de kindjes zijn nog niet zo heel lang wakker. Dus die gaan ook wel wat later naar bed. Dus ja, zo gaan we het doen. En dan is de zondag alweer bijna voorbij. Tijd vliegt als je veel doet. Jordi was lekker naar bed gegaan. Is in slaap gevallen. En die is nu weer wakker. Vanwege buikpijn. Helaas. We denken ook dat de botox aan het uitwerken is. Dus we gaan dit deze week sowieso nog aankijken. Maar op dit moment hebben we hem elke avond nog moeten helpen. Dus we gaan het zien. Ja, ik ga ook deze Ups and Down afsluiten nu. Want ik moet nog even wat opruimen. En ja, dan ga ik gewoon op de bank zitten. Want ik ben gewoon kapot. Ik heb gewoon echt veel gedaan. Gelukkig ben ik ook vanochtend opgestaan zonder hoofdpijn en begint hij nu pas weer terug te komen. Of tenminste, anderhalf uur geleden of zo begon hij in één keer weer terug te komen. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende.